welkom aan alle leerlingen die de moed hebben opgebracht om te blijven lezen. Ondanks de stress rond toetsweken, schoolonderzoeken, etcetera. Het boek Dit zijn de namen heb ik met veel plezier gelezen. Dit is best bijzonder, omdat ik eigenlijk normaal niet met plezier lees. Ik lees eigenlijk helemaal niet met plezier. De manier waarop hij het schreef vond ik heel erg mooi, heel erg gedetailleerd. Hij kon echt alles, echt met woorden kon ik het helemaal precies beelden hoe wat hij wilde bedoelen. Ik bedoel, Postmortem is grappig. Ik vond het alleen wel het beste boek. Het is om te beginnen inderdaad heel verwarrend. Ik bedoel, je begint met lezen en je denkt van, letterlijk, ik dacht, waar ben ik aan begonnen? De mensen die de Surinaamse, iets van Suriname weten, je gaat overal een Fayalobi zien of dat woord horen. En je hebt ook gezien dat ik dat boek heb opgedragen aan iemand, hè? Johan Vaat. John Falix, hij heette Johan Falix. En weet je wat zo bizar is? Hij heeft de vormgeving gedaan en hij stierf voor mijn boek gedrukt. Ik wilde u net ook vragen hoe het proces verloopt om uiteindelijk tot een boek te komen. Je zal het niet geloven. Ik heb 8 verhalen, heb ik bijna 13 versies gehaald.